Geen zon hier vanmiddag in Leeuwarden, wel bewolking en een hoge temperatuur. Morgen lentetemperaturen, maar weinig of geen zon. Ook zaterdag heeft die zon het moeilijk. En volgende week een beetje de kwakkeltoer op met normaal novemberweer, wil ik wel zeggen. Eerst maar eens naar vanavond en vannacht. Veel bewolking, nog een beetje regen in het oosten vooral. En verder een temperatuur tussen de 8 en de 12 graden. Een hoge nachttemperatuur op plaatsen, zelfs bijna 10 graden hoger dan normaal. En dan de wind. Ja, die komt uit het westen tot zuidwesten. Matig tot vrij krachtig in vlagen kracht 6 voor het kustgebied. Op naar morgen. Een dag met veel bewolking. In het noorden misschien nog wel even wat zon. En de temperaturen morgen overdag die komen te liggen tussen de 12 en 14 graden. Een lentetemperatuur. En de wind uit het westen tot zuidwesten. En die is matig tot vrij krachtig. In de nacht droog en dan door naar zaterdag. Ook een droge dag, maar wel veel bewolking. De zon heeft het moeilijk, de temperaturen niet, 11 tot 13 graden. En de wind die komt uit het westen tot zuidwesten, meest zuidwest, en die is matig tot vrij krachtig. Vooruitkijkend naar een zondag met zo'n 10 graden, nog altijd een hoge temperatuur, de zon erbij een paar buien of buitjes. Maandag zo'n 7 of 8 graden, in de nacht richting de 0 plus 1 en in de landinwaarts min 2 graden is lichte vorst. Jawel, en dan door naar dinsdag, ook droog weer, met een temperatuur overdag rond 6 of 7 graden, in de nacht iets boven 0, maar wel vorst aan de grond. Nou ja, en zo kwakkelt het volgende week gewoon door. Wat mij betreft, ontmoet, tot morgen.